Hey Ronald, we Hey kennen Martijn. elkaar al hele tijd. We hebben vaak samen dingen meegemaakt, onlangs nog in Berlijn. Wat jij hebt gedaan, je bent de co-founder van onder andere Seeds to Meet. En met jouw bedrijf heb je eigenlijk een soort van transitie meegemaakt van een analoog naar een digitaal bedrijf, om maar eventjes gelijk plat te slaan. Als ik jou zeg, ja. 10 jaar geleden had gevraagd, goh, weet je wat, omschrijf mij eens kort wat voor bedrijf je bent. Wat als je toen gezegd? Oh, dan had ik gezegd, wij exploiteren een aantal vergader- en congrescentra. En dan wist iedereen wat je bedoelde en wat je deed. Heerlijk. En nu? Ja, nu moet je altijd kijken wie er tegenover je zit. Maar in feite, wat we natuurlijk nu doen, is veel meer het faciliteren van de ontmoeting tussen mensen. En dat klinkt dan wat vaag, of af en toe, of dat moet je dan toelichten. Een van de formules die we hebben, Seeds to Meet, maar we hebben ook een bedrijf dat heet de Serendipity Machine. We hebben een eigen bedrijf, Cyberdigma, die software ontwikkelt. Dus we zijn eigenlijk in plaats van een veel meer traditioneel hospitality bedrijf, zijn we eigenlijk een soort hospitality tech bedrijf geworden. Maar in basis gaat het nog steeds om het bijeenbrengen van mensen, vaak Ja. op fysieke locaties. Het grootste deel denk ik dat je het Nou, nu niet meer zelf in de handen hebt, maar het loslaat en ja, maar faciliteert. het is nog meer de combinatie tussen het virtuele en de realiteit. De virtualiteit en de realiteit. Dat is wel natuurlijk heel erg verschil geworden met, zeg maar, 10 jaar geleden. Toen kwam je er gewoon prima mee weg als je een ultieme omgeving bood, hè, waar het goed toeven was en waar alles qua hospitality of qua gastvrijheid op orde was. En dat is natuurlijk vandaag de dag gewoon niet meer genoeg. En wat je dan ziet is uiteindelijk dat je, als je doorgaat met zo'n digitale ontwikkeling, dat dat eigenlijk de boventoon gaat voeren. Waarbij de plek zelf steeds, hoe raar dat ook klinkt, steeds minder relevant is daarin. Ik bedoel, technologie kan een fysieke locatie, relevant maken. En dat is wel een heel groot verschil met vroeger. En als je kijkt even terug naar vroeger, je zei, we waren een bedrijf die ja, Ja. eigenlijk plat gezegd vergaderruimtes Ja. verhuurde en daar geld mee verdiende. Op een gegeven moment is daar een transitie. Kun je iets vertellen over momenten dat jullie die verandering hebben ingezet? Nou, wij zagen natuurlijk ergens tussen 2000 en 2005 al de zeg maar, gevestigde ordestructuren onder druk komen te staan. He, opkomst van het internet, je zag nieuwe verdienmodellen ontstaan, zoals EasyJet of Dell Computers, die in die fase eigenlijk het internet gingen gebruiken als een nieuwe manier om hun producten en diensten te distribueren en eigenlijk de hele tussenhandel over te slaan. Nou ja, waarmee je eigenlijk een verschuiving zag van business to business naar business to consumer. Voor zover je dat, hè, nu nog zo mag noemen, maar toen was dat natuurlijk wel toch wat duidelijker. En dat betekent dat als je in de vergadering- congreswereld vooral bedrijven had die over de vloer kwamen en komen, en die veel mensen moesten trainen, opleiden en productpresentaties en al dat soort dingen meer, lanceringen van producten. Ja, we zagen gewoon dat marktsegment in onze optiek althans onder druk komen te staan. En vandaar dat we zeiden, ja, je moet jezelf opnieuw uitvinden en je moet iets anders gaan doen. Want als je op het pad door blijft gaan, en wat hebben we nog hoor, hartstikke goed bedrijf, goede resultaten. Maar je moet bij tijds toch, zeg maar, gaan bijsturen. Anders ben je gewoon te laat Maar dat zien, in ieder geval, op een gegeven moment. dat hoor je natuurlijk genoeg. In ieder geval, voor mij zien Ja, de maar meeste ja, bedrijven wel het. Maar uiteindelijk, je moet wel weten hoe en je moet het het hoe wel en doen, doen. dat is vaak En wat wij achterwege zijn natuurlijk blijft. eigenlijk begonnen om als eerste gewoon ook ons product via internet te ontsluiten. En we zijn nog steeds echt, dat verbaas ik me dagelijks nog over, een van de weinige bedrijven op deze wereld waar je gewoon eigenlijk online je hele congres en je hele zeg maar, congres van 500 man tot en met een vergadering van 5 man, kun je bij ons helemaal online regelen. En je hebt toen een keuze gemaakt om naast de bestaande locatie een nieuwe locatie te starten. Dus de oude locatie bestaat nog steeds. Ja, maar we zijn eigenlijk begonnen om zeg maar, ons hele verkoopsysteem als het ware te digitaliseren. En dat klinkt nu heel simpel hoor, het internet opgaan en webshops en dat soort dingen. Maar 10 jaar geleden waren een aantal oplossingen er nog niet en betekende dat je dat zelf moest gaan bouwen. Dus het ontstaan eigenlijk op dat moment zeg maar, van een internetbedrijf, van een software development bedrijf, net hoe je het noemen wil. Wat we in eigen beheer zijn gaan doen om in onze eigen behoeften te voorzien.
Vervolgens kun je natuurlijk zeggen, je gaat je bestaande business aanpassen aan die nieuwigheid. Dus dat hebben we ook gedaan. Hè, met nog steeds Meeting Plaza Utrecht. En dat draait nu volledig mee binnen het Citizen Meet netwerk. Dus daar hebben we zeg maar het bedrijf een transitie gegeven van het oude naar het nieuwe. En tegelijkertijd zijn we heel disruptief als het ware gewoon ook om onze eigen bedrijven heen gegaan. En hebben een nieuwe formule neergezet. En dat is dan Seeds to Meet als locatie. Ja. Seeds to Meet is in de afgelopen 10 jaar daarmee vervolgens. En dat kan natuurlijk als je goed digitaliseert uitgegroeid tot een bijna een globaal netwerk. We zitten tegen de 200 locaties en we zijn actief in 28 landen. Dat op een oude manier was je dan gewoon nooit gelukt, zo simpel is het. Doordat je een aantal diensten digitaliseert, ben je opeens, maar modewoord te gebruiken, schaalbaar geworden. Maar zo werkt het wel. Ja. Dus aan de ene kant zeg maar, hebben we onze bestaande activiteiten en als het ware een transfer gegeven naar die nieuwe wereld. En we hebben onszelf ook zeg maar, een uitdaging gegeven door iets heel nieuws ernaast te beginnen, tegelijkertijd. En als je kijkt naar de markt, zoals het bij het begin jouw concurrentie was, laten we zeggen, je collega's, hoewel nu natuurlijk ook je markt veel breder is geworden dan alleen maar de bestaande clubs. Hoe reageerden die? Snapten ze het? Nee, maar dat zie je natuurlijk toch vaak, dat de gevestigde orde op een gegeven moment toch neerkijkt op de vernieuwing en het onderschat. En kijk, en als je cijfers op een bepaald moment nog helemaal geen aanleiding geven om te veranderen, ja, waarom zou je dan veranderen? Daar zit natuurlijk vaak de grootste uitdaging in. En dan is inderdaad het wat wij hebben gedaan, dat is dan iets voor jonge honden of voor start-ups. En er waren allemaal woorden die helemaal niet bestonden. Ik ben nooit een start-up geweest. Ik ben nu 64, 10 jaar geleden. Dat kan je niet echt een start-up leeftijd noemen. En ik bedoel, ik hou ook niet van pizza, dus daar zijn we gauw klaar mee. Maar waar het natuurlijk om gaat wel, is dat je niet loslaat en dat je vooral een aantal mensen om je heen de ruimte geeft en de mogelijkheden geeft, zeg maar, om je te helpen in die ontwikkeling. Het is natuurlijk een illusie dat je dat zelf allemaal kan. Ja. En dat is natuurlijk wel een heel verschil met 10 jaar geleden of 15 jaar geleden. Toen was je natuurlijk als eigenaar ondernemer van een bedrijf of als directeur van een bedrijf, ja, was je toch vaak degene die meer wist dan een ander. En dat is natuurlijk tegenwoordig, zo'n rol is wel heel erg veranderd en daar moet je wel in mee kunnen. Ja. En je ziet dat de meeste organisaties, ook om ons heen, ook nog in huidige locaties die actief zijn op de Nederlandse vergader- en congresmarkt, gewoon daar moeite mee hebben om op een eigenlijk je cultuur anders te laten zijn. Ik bedoel, de cultuursverandering van een organisatie is het moeilijkste wat er is. Omdat de cultuur is niet maakbaar. Die is er. En jij kan wel zeggen, ja, het moet vandaag pimpelpaars met een geel randje. Ja. Zeg het maar. Ja. En toen, dan kijkt iedereen vriendelijk aan en gaat over tot de orde van de dag. Dus dat is niet zomaar gedaan. Maar daar zit de grootste uitdaging. Maar denk je dat wat je nu zegt, het wordt nu meer geaccepteerd dat er ruimte wordt gegeven aan. Maar denk je ook niet, Ivan, misschien dat het mijn vraag meer mijn gedachte is. Dat ook nog steeds gewoon een mooie wens en verhaal is, maar in de praktijk gewoon heel erg weinig gebeurt. Nee, maar dat is natuurlijk zo dat je, daar heb je helemaal gelijk in. Nogmaals, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus vaak zegt de top dan wel, we moeten veranderen, we gaan veranderen. Dan worden mensen op cursus gestuurd, komen externe consultants bij. Maar de facto verandert de bedrijfscultuur niet. En dat heeft een aantal oorzaken. Een van de oorzaken is natuurlijk in Nederland dat onze zeg maar, de rechtsbescherming behoorlijk hoog is. En dat je structuren niet zomaar openbreekt. En dat is natuurlijk wel het lastige, waar je vroeger zeg maar goede mensen koos en daar kon je 10, 20 jaar mee letterlijk aan de slag. Ja, nu heb je mensen, nou ja, sommige heb je maar 10 uur nodig. Ja. En dan moet je alweer een volgende specialist hebben. Dus je hebt veel meer flexibiliteit en wendbaarheid nodig en dat betekent dat je organisatiemodellen en structuren zoals de meeste bedrijven die nog hebben, ja, die voldoen gewoon helemaal niet meer. Sterker nog, die hele bedrijven voegen nauwelijks meer iets toe. Want we gaan er massaal omheen. Ja. En dat is natuurlijk, we maakten net een grapje over de technologie, maar dat is wel een van de zaken, dat je groepen van verbonden mensen, die hebben natuurlijk toegang tot dezelfde zeg maar, resources, wat vroeger alleen was weggelegd en de toegevoegde waarde was van organisaties. Want die konden zich veroorloven om techniek in dienst of in huis te hebben. Die konden zich veroorloven om die specialisten in huis te hebben, om op de processen te laten doen draaien. Die hadden een bepaalde schaalgrootte die wij als kleine ondernemers of individuen nooit hadden. Maar de huidige technologie, als je je goed verbindt in een netwerk,
ja, ben je eigenlijk, heb je toegang nog wel misschien tot wel veel meer resources dan de gevestigde orde bedrijven. En daar liggen de kansen. Ja, maar dat betekent wel dat je... Meer resources en ook minder legacy, dus ook meer snelheid, meer slagkracht. Nee, tuurlijk. En daarmee krijg je, als je dat spel goed weet te spelen, krijg je veel meer slagkracht. En kun je natuurlijk veel sneller veranderen. En dat los je inderdaad niet op door te zeggen, wij gaan even agile doen, of we gaan dit doen, of... Dat is wel een dingetje, daar komt wel iets bij kijken. Ja. Ik bedoel, 10 jaar geleden hadden wij ongeveer, nou niet overdrijven, tussen de 150 en de 200 FTE's in dienst. En zo'n Seeds to Meet International op dit moment, ik zei het al, actief in 28 landen tegen de 200 locaties. Dat doen we eigenlijk met 6 FTE's. Nog maar 6. En meer heb je er eigenlijk niet nodig. Nou, misschien nog een keer 1 of 2, maar dat is het wel. Ja. Dus dat betekent dat je met elkaar eigenlijk ook veel slagvaardiger kan zijn. Weet je, we hadden vroeger van managementassistenten tot secretaresses tot... Dat heb ik allemaal niet meer. Ik doe alles zelf en in verbinding. Je legt dingen anders vast, je legt dingen minder vast, je organiseert dingen op een hele andere manier. Ik bedoel, als je vroeger een congres wilde organiseren, en dat kom ik weer een beetje terug op mijn eigen markt. Ja, daar waren bedrijven 6 maanden tot 1,5 jaar van tevoren mee bezig. Ja, we krijgen nu mensen die zeggen, ja, oh ja, by the way, over 3 weken, zeg maar, hebben we een bijeenkomst en we verwachten 300 man. En als je dan daar eigenlijk daarin gaat met je oude structuren, dan krijg je dat niet eens verwerkt. Je krijgt die aanvragen niet meer weg. Ja. Dus je moet dat op een andere manier organiseren. En dat kan eigenlijk alleen maar door een hoge mate van technologische inzet. En je hebt op een gegeven moment ook de keuze gemaakt om je niet zozeer te richten op de grote vissen, de grote corporates. En daarmee is ook afhankelijkheid. Maar ook richting de, wat jij noemt, de ZP'er, de zelfstandig professional. Trouwens een erg goede term in, want... Volgens mij, ik heb ook mijn eigen bedrijf en ik heb bewust geen personeel, want het echt over mijn lijk lijkt me vreselijk. Nou, zo is het nog niet. Nee, oké. Okay. Wij zijn natuurlijk, de gevestigde orde is altijd, daar komt natuurlijk het woord ZZP'er vandaan. Dus vanuit een gevestigde orde perspectief zijn het zelfstandige mensen zonder personeel. Want ja. Je kan eigenlijk vanuit een gevestigde orde perspectief alleen maar succesvol zijn als je heel veel personeel hebt. Want dan heb je een groot bedrijf. En lever je een grote bijdrage aan de collectieve samenleving die we hebben. Nou ja, de zelfstandige professionals, zoals we dat noemen, ja, die zet die structuren onder druk. Dat is natuurlijk het lastige voor dat soort bedrijven. Dus daarmee moet je die slagvaardigheid zien te bereiken. En daar zit natuurlijk de grootste uitdaging in. Hoe ga je dat op een andere manier invullen dan je dat vroeger eigenlijk deed. En bij jou is het ook deels ook door de technologie, waardoor de kosten voor de transactie omlaag gaan, waardoor je uiteindelijk ook een soort van oneindige markt kunt benieuwen. Je gaat dat ook een keer eerder in gesprek aan, dat je uiteindelijk, doordat jullie gewoon als klant... Ja, laat ik zo zeggen, het werkt gewoon anders op de een of andere manier. Weet je, vroeger had je een grote international, multinational, corporate, wilde iets organiseren. Dan gingen ze naar een eventafdeling, die had een baas met 2 dames assistenten. En de assistente ging dan op accommodatiejacht, die was daar een maand mee bezig. En zo kwam uiteindelijk zeg maar zo'n hele productie tot stand. Ja, nu vandaag de dag kan de baas, voor zover die daar nog is, eigenlijk degene die een event wil organiseren, die kan zelf wel even op internet kijken van wat voor leuke locaties er allemaal zijn. En laten we daar nou ook niet ingewikkeld over doen. Hoeveel geheime locaties zijn er nog in Nederland? Want internet heeft dat aanbod natuurlijk vele malen transparanter gemaakt. Dus dat was geen 5 minuten, heb je een shortlist met 10 plekken die voor jouw soort van event, weet je, in aanmerking komen. Dan heb je dus al die mensen om je heen en al die handelingen heb je gewoon niet meer nodig. Ja, dat bespoedigt het proces en dat maakt ook aan de klantenkant, zeg maar, voor zover dan, maar goed, laten we het de klantenkant noemen, ook veel efficiënter en op een hele andere manier. Maar dat betekent natuurlijk wel dat als die ene iemand die nog in zo'n bedrijf zich daarmee bezighoudt, zeg maar, zich gaat oriënteren op het internet, je daar dus dan wel moet zijn. En, ja. En volop vertegenwoordigd moet zijn en op alle kanalen vertegenwoordigd moet zijn. Dit is eigenlijk wat je ziet, waar een heel aantal organisaties nog steeds zeg maar, in die gevestigde orde structuren bezig zijn. Een heel aantal bedrijven zijn ook nog steeds gevestigde orde. Dus die kunnen elkaar nog prima vinden. Daar zit ook de valkuil in. Want daar is het bijna nog business as usual.
Terwijl eigenlijk de wereld om ze heen aan het verbrokkelen is, aan het afbrokkelen is. Dus er zijn een heel aantal, zeg maar, zowel accommodatieverschaffers als congresorganisatoren, als corporate klanten, die als het ware gewoon nog keurig, zeg maar, hun ouderwetse traditionele markt in stand houden. En ja, dat werkt ook nog steeds. Ja. En die bedrijven zijn er nog steeds en die zijn niet zomaar weg. Maar wat je wel ziet is dat het allemaal steeds dunner wordt. En dat de organisaties, ik bedoel, kijk maar naar het bankwezen en het verzekeringswezen. Daar zijn letterlijk nou honderdduizenden mensen uitgegaan over de afgelopen jaren. Moet je maar eens kijken wat voor effect dat heeft op het aantal bijeenkomsten wat georganiseerd moet worden. Op het aantal trainingen, op het aantal opleidingen van al die mensen. Dat vindt nu nog wel ergens plaats. Hoop ik voor die mensen dat ze zich dat zelf allemaal gaan organiseren en die kennis zelf gaan zoeken. Maar niet meer via die formele kanalen. Ja. Dus het is bijna een bittere noodzaak dat je op een gegeven moment zegt van je traditionele markt brokkelt af, vroeg of laat. Dus je moet wat anders gaan doen. Ja. Je hebt daar volgens mij ook totaal geen keuze in. Als je dat niet doet, ik zeg altijd, besta je over 5 jaar niet meer. En dat is natuurlijk gewoon zo. En als je kijkt... Als je kijkt naar ook een stukje internationaal, want op een gegeven moment heb je natuurlijk ook, mede ook door de bekende fysieke locaties, waar hier op Utrecht Centraal, wat ook echt de eerste Sietsemiet locatie was, heb je natuurlijk een bepaalde bekendheid opgebouwd, een bepaalde naam opgebouwd. Maar wat je nu aangeeft, hoeveel landen waren het? 28 landen. Dus hoe krijg je je verhaal vervolgens dan daar over de bühne? Nou ja, daar zorgen natuurlijk voor bezoekers, buitenlandse bezoekers aan Nederland. En het internet, dat zijn natuurlijk bij uitstek de kanalen, zeg maar, om het woord te verspreiden. En wij hebben er bewust voor gekozen om niet te werken met venture capital. En daarmee, zeg maar, marketingposities te veroveren in landen wat je vaak ziet als bedrijven naar het buitenland gaan. Dan openen we een kantoor in Londen, Parijs of Berlijn. Daar zetten we een marketingstaf neer en dan gaan we gewoon geld investeren in die markt om klanten te krijgen. En wij hebben juist gekozen, bewust voor een omgekeerde strategie, dat we zeggen van iedereen die met een Seeds to Meet wil beginnen en wil meedoen, is van harte welkom. En dat maakt ons eigenlijk niet zoveel uit waar het is. En alle kennis die je daarvoor nodig hebt, die hebben we ook ontsloten via het internet. En dat betekent dat wij dus niet controleren waar op een gegeven moment een expansie plaatsvindt, maar ook het tempo niet daarin. Ja. En het is natuurlijk duidelijk dat als je praat over een Seeds to Meet ecosysteem wat we in Nederland hebben met meer dan 100 aangesloten locaties. Dan gebeurt er wat. Dan krijg je ook een netwerk. We hebben 1 locatie in Kazachstan. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar daar maak je geen waves. Dat maak je nog niet echt impact. Dat moeten er meer worden. Dus dat betekent dat je ze moeten ook zo'n markt dan de tijd geven om het maar organisch te laten ontstaan. En dat is een keuze die we gemaakt hebben. We denken dat het meest duurzaam is dan maar ergens venture capital ophalen, binnenkomen, zak geld verbranden en dan is het net wel of niet gelukt. Daar heb ik nooit in geloofd, in die hele start-up scene op die manier. Want uiteindelijk gaat het daar alleen maar om van hoe overleef ik weer mijn volgende ronde en waar haal ik mijn geld vandaan. En hoe snel is het dan weer verbrand en dan noemen we tractie en MVP en het is allemaal wel. Maar ik kom misschien nog uit een tijd, en dat geldt voor mijn compagnon Marjelle Seijgers ook, dat uiteindelijk als je ergens 1 euro investeert, moet er wel gewoon op een redelijke termijn een redelijk rendement gemaakt kunnen worden. En we hebben niet de illusie dat we de volgende Google willen worden, dat hoeven we ook helemaal niet, of de volgende Facebook. Maar een Europese positie, of dat zou wel leuk zijn. Maar nogmaals, we laten dat doelbewust ontstaan. Ja. Dus we proberen dat niet af te... Ik moet zeggen, het maakt het leven ook een stuk eenvoudiger. En je hoeft ook niet zo vaak pizza te eten. maar wel goede koffie, dat is wel... Ja. En als je het hebt over het ding laten ontstaan, dat is ook wel een beetje de kern ook van de activiteiten waar we mee bezig zijn. Serendipity. Een omgeving creëren waarin... Ja, toevallig relevante ontmoetingen plaatsvinden. Dan heb je ze voor mij een keer genoemd. Ja, je moet altijd dingen durven laten ontstaan. Omdat je, als je aan het innoveren bent, kan je niet alle antwoorden vooraf bedenken. Dan is het namelijk geen innovatie meer. Dus je moet een cultuur creëren binnen je organisatie waarbij gewoon vernieuwing kan ontstaan. En dat kan heel klein zijn, het kan heel groot zijn, dat weet je nooit vooraf. Dus dat betekent, je moet een cultuur hebben waarin je fouten mag maken, waarbij de resources wordt toegewezen, zeg maar, aan experimenten, wat je daarnet zei. En het kenmerk natuurlijk van de meeste leerprocessen is dat je vooral leert van de dingen die fout gaan.
En dan krijg je, hoe raar dat ook klinkt, de grootste versnelling. Ja. Als je daar maar van leert en je gaat er goed mee om. Wij hebben natuurlijk gezegd van je faciliteert, je gaat veel meer van het accommodatie verschaffen, veel meer toe naar het faciliteren van de ontmoeting tussen mensen. Mm-hmm. Ja, wat is er dan uiteindelijk mooier? Dat je mensen aan elkaar kunt verbinden die elkaar niet kennen, maar die wel relevant voor elkaar zijn. En als je dat doet op een bepaalde fysieke plek, dan maak je op daarmee die plek op dat moment relevant. Dus de relevantie van de locatie zit niet meer zozeer in de gouden kroonluchters en de obers met witte handschoenen, maar zit hem eigenlijk veel meer in van wie kom ik hier vandaag tegen en hoe, wat heb ik aan? Ja. En als je gewoon veel spannende ontmoetingen hebt op een plek, wordt die plek voor jou gewoon bijzonder relevant. Maar dat kan voor mij een hele andere locatie zijn dan voor jou. En als je, de technologie kan daar een rol in spelen en kan dat zelfs gaan sturen, naarmate we daar meer over data gaan beschikken. Dus dat betekent dat je daarmee, waar je vroeger een aantal, nogmaals, in de hardware het vooral zocht, zorg je het nu vooral in de technologie en de mix van mensen. Ja, data en verbinden. En daar moet je het laten ontstaan. Nou ja, goed, dat kun je, hè, dat noem je dan serendipiteit. De onverwachte relevantie van dingen hebben wij dat vertaald en het sluit ook aan op het waardeontwikkelingsmodel van Pine en Gilmore. Ja, wat natuurlijk begint met commodities en dan krijg je producten en dan krijg je diensten en services. Dan krijg je experiences. En na experiences is er eigenlijk een nieuwe fase, dat heet transformatie. En daarin word je eigenlijk een betere versie van jezelf. Dus iedere experience die je hebt en die voor jou op maat gemaakt is en waar een educatief element in zit, verandert jou enigszins in positieve zin. Dus dat betekent als je een netwerk van plekken kunt neerzetten in deze wereld, waarbij je zeker weet dat zodra jij er persoonlijk als Martijn Arets op dit moment met je actuele behoeften binnenkomt en je wordt gematcht aan mensen die je niet kent en die echt iets kunnen bijdragen aan waar jij mee bezig bent, dus dat je een beter product krijgt, een betere dienst of een beter mens wordt of dat soort dingen. Ja, op dat moment zeg maar, dan hebben wij ons doel bereikt en is die plek relevant geworden. En ben jij bereid om als gebruiker enige tijd op die plek door te brengen en daar nog voor te betalen ook? Ja. En dat is natuurlijk een beetje de kunst. We hebben zo vaak gezegd, er is zoveel aanbod en het gaat om de aandacht van mensen. Als mensen dat betalen door in tijd hun schaarse tijd bij jou door te brengen, dat is al een vorm van betalen. En als ze vervolgens dat nog afronden, zeg maar, door daar de valuta te laten vallen, of cash of niet, of dat soort dingen. Ja, dan heb je een prachtig stukje dienstverlening neergezet. En dat is uiteindelijk wat belangrijk en essentieel onderdeel van de hospitality-industrie in de toekomst gaat worden. Ik bedoel, hoeveel hotelformules heb je wel niet? En er zijn, hoeveel hotels kun je wel niet kiezen als je in Amsterdam bent of in Nederland? Daar tel ik nog niet eens dan de Airbnb-locaties bij. Dan praat je in de stad gewoon misschien over 100.000 plekken waar jij kan slapen. Waarom is nou de ene plek, waarom is die voor jou nou ultiem en die andere plek voor mij? Nou ja, daar zit de uitdaging in van de aanbieders. Ja. En degene die dat goed lukt, ja, die, dat is de winnaar, die overleeft het. En die heeft een, zeg maar, als netwerkorganisatie toegevoegde waarde. En dan heb je dus bestaansrecht. Anders heb je gewoon geen bestaansrecht. En als je kijkt, hè, als je kijkt ook binnen het Sheetsmeets concept, hè, van, mensen kunnen op de meeste locatie vrij werken in ruil van sociaal kapitaal. Ja. Vervolgens ze loggen in en geven daarbij ook hun behoeften en ja, hun competenties van dat moment geven ze aan. En op die manier maak je eigenlijk al een hele tijd die verbinding. Voor mij, je vertelde een keer ook over een onderzoek vanuit de Erasmus die daar... Nou ja, om op het begin van je vraag terug te komen of opmerking. Het is natuurlijk je kan wel zeggen, hè, mensen en ontmoeten en data. Maar je moet wel een omgeving hebben waarbij mensen bereid zijn om die data te delen. En dan moet je nog op een bepaalde manier zorgvuldig met die data omgaan. Anders dan hou je mensen niet. Dus ja, hoe kom je aan mensen? Je komt uiteindelijk aan mensen door te zeggen. En daar kom ik weer op een stukje deeleconomie terecht. Deel de overvloed maar die je hebt. Mm-hmm. En ieder gastvrijheidsbedrijf heeft overvloed. Ik bedoel, ja, of het nou de lobby is, of het zijn 's avonds in het weekend ruimtes die leeg staan. Of het is een sportaccommodatie die vooral in het weekend gebruikt wordt en door de week niet. Of theaters die de hele dag leeg staan. Ja, als je die overvloed kunt delen door die te delen met mensen die op dat moment behoefte hebben aan ruimte, dan genereer je in ieder geval op dat moment heb je mensen over de vloer.
Nou, als je dan tegen die mensen kunt zeggen, nou, als jullie elkaar, zeg maar, wijzer willen maken, en dat is wat we doen bij Seeds to Meet, je betaalt eigenlijk dan met het delen van je kennis, ja, dan introduceer je het onderdeel, wat wij noemen het sociaal kapitaal, je businessmodel. En dat maakt zo'n plek al spannend, want je komt binnen en je vindt er altijd experts om je heen waar je iets mee kan. Nou, technologie kan dat proces vereenvoudigen en versnellen. En als mensen dat gaan snappen van, hey, wacht even, als ik keurig, als ik binnenkom, ik check in en ik vertel even aan het systeem wat ik aan het doen ben vandaag, dan krijg je paf, 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 krijg je in één keer matches, krijg je aangeboden van mensen die er al zijn. Dus dat betekent dat als je op zo'n plek komt, dat door middel van dat component van het sociale kapitaal wordt onmiddellijk zichtbaar, zeg maar, wie er om je heen zit en wat er voor jou te halen is die dag. En op dat moment, zeg maar, krijg je ook meteen weer iets terug. Nou, vervolgens ben je succesvol en dat is natuurlijk uiteindelijk waar het over gaat. Het begin bedrijf of een samenwerking en dat soort dingen. En dan heb je behoefte aan andere diensten en producten. He, denk maar aan vergaderzalen voor teamoverleggen. Denk maar aan productpresentaties voor klanten. Denk maar aan tijdelijke kantoorruimte, denk maar aan samenwerkingssoftware. Ja, en op dat moment, zeg maar, zijn wij in staat om vanuit het ecosysteem, zeg maar, die producten en diensten aan te bieden en daar verdienen we aan. Nou, we hebben dat hele model, we doen dat nu een jaar of 10 en dat wordt steeds beter en slimmer. Dus we laten dat ook regelmatig, zeg maar, valideren. In dit geval door de Erasmus Universiteit en dat hebben we in 2013 gedaan en 2015. En er loopt nu weer zo'n onderzoek en daar blijkt dat we eigenlijk, zeg maar, in het verweven van die virtualiteit, die serendipiteit, zeg maar, en groepen van mensen, dat we daar steeds beter in worden. Dat algoritme wat we gebruiken, zelflerend, dat het ook echt zelf leert. En dat wij in 2013 pak een beet nog 1 op de 8 mensen na verloop van tijd zo'n positieve ervaring hadden, of een nieuw bedrijf begonnen, of een opdracht kregen, of dat soort dingen, is dat nu al teruggebracht naar 1 op 6. Dus dat is al een beweging, zeg maar, een stijging van 25%. En op dit moment zie je al dat nog veel lager gaat. En ik denk uiteindelijk dat we tussen nu en 1 of 2 bijna in staat zijn om dat beter te doen dan 50-50. Dus dat de kans groter is dan bijna, dat je bijna altijd een trefzekere kans hebt als je ergens in zo'n Seeds to Meet aangesloten plek bent of een serendipiteitsplek of je zit ergens op een locatie waar mensen komen op een event en waar onze technologie natuurlijk ook gebruikt wordt, ja, dan gaat het systeem, dat is er, dat is dan ultiem. Ja. Maar het belangrijkste is daarbij, je blijft baas van je data. We zitten geen LinkedIn na te bouwen of geen Facebook, alhoewel we wel eens vergeleken worden dat wij het LinkedIn van de toekomst zouden zijn. Nou, so be it, maar dat is helemaal niet ons doel daarin. Omdat wij vinden dat je geeft data, dan moet je op dat moment de benefit ervan hebben. En zodra je dan weer weg bent, moet ook die data weg zijn. Ja. En dat is natuurlijk wel iets waar je, dat is natuurlijk ook nog wel weer zo'n dingetje vandaag de dag. Iedereen gaat er met data vandoor, maar degene die die data geeft, ja, die krijgt er eigenlijk niks van. Anders dan dat ze zeggen, ja, maar jij mag gratis Facebook gebruiken en nou niet meer zeuren. Nou, dat gaat wat mij betreft gaat dat veel te ver. Dus wij zeggen van nee, wij mogen tijdelijk gebruik maken van je data. En als je dan niet meer fysiek op zo'n locatie bent, ben je ook niet meer zichtbaar, ben je ook niet meer te vinden. Ja. En dat soort dingen. En uiteindelijk denk ik dat we naar een systeem toe groeien waarbij jij zelf bepaalt wat voor data je geeft en aan wie je dat geeft. En als je het meeneemt, dat je het ook echt meeneemt met een of andere bot of een stukje kunstmatige intelligentie die jou vertegenwoordigt als het ware. Ja. En ervoor zorgt dat jij net die data geeft die jij vindt, waar wij over mogen beschikken. Nou, daar kunnen wij dan een aantal dingen mee doen. En dan krijg je het setje data weer terug en dan ben je weer vertrokken. En dat is wel een verschil. Dus onze doelstelling is niet data op te bouwen en dat dan verkopen aan partijen die toevallig langskomen. En er zijn vele verzekeraars die graag in contact komen met zelfstandige professionals en heel graag die data zouden willen hebben. Maar ik bedoel, zolang Marjel en ik hier nog iets te vertellen hebben in deze organisatie, gaat dat niet gebeuren. Ja, en volgens mij is dat nog lang weer dat geldt. Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, bij 64, hoe lang kan je nog doorgaan? hoe lang wil je dat doorgaan? Ja. Maar uiteindelijk, wat mooi is, uiteindelijk heb je natuurlijk Seeds to Meet eigenlijk gebruikt ook als een middel om uiteindelijk ook meer die toekomst te ontdekken. Wat we natuurlijk wel kunnen zien, dat zijn natuurlijk trends en ontwikkelingen op die manier. Aan de hand van die datastroom. En je kan op een gegeven moment zien welke disciplines zich in zo'n set mee
gemeenschap van Nederland zich aan het ontwikkelen zijn. Ja. En wat actueel wordt en dat soort dingen. En daarmee kun je op kortere termijn al veel beter voorspellen wat voor soort bijeenkomsten men behoefte heeft over 2, 3, 4 maanden. Dus dat is de korte termijn. Aan de andere kant, omdat je natuurlijk die internationale verbondenheid hebt met enorme groepen van mensen en enorme andere netwerken, kun je dat ook op een globale schaal, kun je gewoon zien wat er speelt en wat er actueel wordt. En dat is van belang, dat zou eigenlijk iedere organisatie moeten doen. Ja. Want dat geeft aan wat je nu moet doen om over een jaar nog steeds relevant te zijn. Ja. Dat is natuurlijk het probleem. Ja. En als je kijkt ook, we volgen elkaar ook op Facebook. En daar zie ik natuurlijk vaak ook dingen voorbij komen. Dat wat jij, en trouwens ik ook zeg, bijvoorbeeld de platformpartijen die we hebben in de meest brede zin van het woord, die faciliteren wel een stukje zelforganisatieschap. Ja. Maar achter de schermen is het gewoon VC money en traditioneel georganiseerd. Als je kijkt binnen Seeds to Meet, het faciliteren is inderdaad prachtig wat jullie doen, maar achter de schermen is het nog wel een traditionele organisatie. Ja. Wel, in ieder geval traditioneel in de zin van qua eigenaarschap. Mm-hmm. Voor de rest, als je kijkt, 28 landen, 6 mensen, is natuurlijk niks traditioneels verder aan. Misschien over 10 jaar wel. Dus dat geeft, maar dat geeft aan welke kant het naartoe gaat. En ik zeg altijd, het is een publiek geheim geloof ik, dat ik kan niet wachten dat de blockchain technologie zeg maar dusdanig ontwikkeld is, dat je ook veel makkelijker om kan gaan met eigenaarschap. En dat je daarmee eigenaarschap kan delen in wat voor vorm dan ook. Het is nu gewoon nog te ingewikkeld om te ontslachten. Ja, het is gewoon niet af. Ja. Ik bedoel, als je alleen een internet hebt als verbindingsmogelijkheid, kun je ook niks. Heb je een browser nodig, je hebt de adressen nodig, je hebt opslagruimte nodig, je hebt cloud services nodig. En bij die blockchain is dat er ook nog niet. Dus die technologie is er wel en zo'n algoritme is er wel. Maar eigenlijk de context eromheen, waarmee mensen zoals jij en ik er dan echt gewoon vol gebruik van kunnen maken. Dat duurt niet lang meer, mm-hmm. maar dat moet nog wel even gebouwd worden. Dus ik kan niet wachten totdat zeg maar, dat klaar is. En dan kun je dus naar een soort dynamisch gedeeld eigenaarschap gaan. Wat helemaal niet, wat iets anders zou kunnen zijn dan het feitelijke juridische eigenaarschap van een BV die een stukje software op de markt legt en die nou eenmaal in een land gevestigd is en daar een entiteit moet zijn, zeg maar. En dan kunnen mensen zeggen, ja, daar moet je een stichting van maken of dit. Maar een stichting voor mij is heel erg statisch. Weet je, je bent lid of coöperatie, ook zo'n modeding. Dat zijn allemaal organisatievormen van de vorige eeuw. Het is veel te statisch voor wat we nodig hebben. Dus de vraag is uiteindelijk of eigenaarschap, of dat niet uiteenval gaat vallen tussen een soort gedeeld eigenaarschap waar het gebruik betreft en de toepassingen, en een soort juridisch eigenaarschap die uiteindelijk dan toch die belasting betaalt in het land waar een aantal transacties plaatsvinden. Ja. Want dat is natuurlijk ook van de gekke wat er vandaag gebeurt, dat er ontzettend veel geld rondgaat en uiteindelijk wordt er nergens belasting betaald. Dus daar zijn wel twee dingen wat daaraan moet gebeuren. En een derde component die daar dan nog bij komt, is natuurlijk dat je veel makkelijker gaat werken als die blockchain is. Niet alleen met dynamisch gedeeld eigenaarschap, maar ook zeg maar met een eigen valutasysteem. Ja. Waarbij het veel makkelijker is om sociaal kapitaal en monetair kapitaal aan elkaar te verbinden, in elkaar te laten overvloeien. Waarbij als je dan hier iets over hebt, dat je dat op andere plekken zeg maar koffie van kan kopen en dat soort dingen. Dus daar gaan we naartoe. Maar dat is nog wel een jaar of 10 zeker, is dat nog wel, voor zover ik het nu kan inschatten, is dat nog wel een jaar of 10 weg. Omdat daar natuurlijk de gevestigde orde, die natuurlijk nog georganiseerd is, zeg maar gebaseerd op landen met een regering en waar belastinginkomsten zijn en dat soort dingen. En een gevestigde bankaire structuur, ja, die houden dat laatste stuk, dat houden ze tegen. Ja. Ja, maar jij kan niet wachten tot dat er is en je uiteindelijk ook op die manier je. Nee, want uiteindelijk denk ik dat je dan, zeg maar, als je het hebt over dynamisch eigenaarschap, dat is ook gewoon dynamisch eigenaarschap. En dat ik weer baas ben van mijn eigen data, maar ook van mijn eigen tegoeden, van mijn eigen sociale kapitaal. Ja. En dat ik die kan inzetten op het moment dat het mij past en dat het mij bevalt. En niet vanuit een soort gemonopoliseerd overheidsverschijnsel, waarbij van onder het mom van solidariteit, ik moet bijdragen aan dingen. Mm-hmm. Kijk, je zal altijd wel een vorm van solidariteit nodig hebben, dat is ook helemaal niet erg. Maar dat mag nooit meer in de toekomst vanuit een monopolie vanuit die overheid zijn. Door te zeggen, ja, wacht even, al het geld, nee, moet via dat systeem. En uw pensioen moet via die 3 clubs. En een zorgverzekering, ja, we hebben wel 3 aanbieders in een land. Dat kan natuurlijk niet. Ja. En
Uiteindelijk is blockchain-technologie en de gedecentraliseerde samenleving stelt ons in staat om op individuele basis gewoon netwerken te gaan organiseren en te gaan vormen. Die een tegenwicht moeten gaan geven voor de Facebook en de Googles van deze wereld. Ja. Maar nogmaals, dan moet de blockchain in full swing, moet er goed zijn. En ook iets van een valuta daarbij. En dan uiteindelijk zeg maar, dan pas krijg je wat ik Society 3.0 noem. Dan krijg je echt de waarde netwerkcreatie. Waarbij je een soort sprake is van de interdependente economie. En het woord interdependentie geeft al in dat het meer een economie van samenhang is. Van losvast verbanden, ja. van dynamisch eigenaarschap. Dat zijn wel de sleutelwoorden. En het huidige bestel kan dat dus gewoon niet aan. Dus daar moeten we massaal omheen. Ja, dus hoeveel jaar nog? Voordat ze systemen niet... Ik zei altijd van, dat is altijd zo lastig in te schatten. Bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is de zelfsturende auto. Het tempo, waar die dingen die rijden nu in Detroit en dat soort dingen, als taxi al. Ik heb hem zien aankomen, maar de snelheid heeft me daar echt in verrast. Aan de andere kant is het ook niet zo dat we in heel Nederland tussen nu en 5 jaar alleen nog maar zelfsturende auto's hebben. Dus tijd daarin, dat is een lastig begrip. Ja. Maar tussen nu en 5 jaar hebben we absoluut gedeeld eigenaarschap en zie je dat er sprake is van eigen valuta's. Afhankelijk zeg maar of er nog een economische crisis in de tussentijd overheen gaat of niet. Ja. Want dat kan zaken zowel versnellen als vertragen. Ja. Hey, en het is ook wel afhankelijk zeg maar, van het land waar je in woont. Ja, als je nu in Syrië zit, heb je echt wel iets anders in je hoofd dan de blockchain. Want daar moet je eerst je infrastructuur weer opbouwen. Dus we moeten ook wel oppassen dat we niet heel erg generaliseren en zeggen, nou, tussen nu en 5 jaar, dan hebben we het wel even over Nederland. Misschien een stukje van West-Europa, een stukje van de Verenigde Staten. Hè? Een stuk. Of een superstuk van China, dat weet ik niet. Want die maken een enorme inhaalslag op dit moment. En dat is het, weet je. En dan heb je natuurlijk nog landen als Korea en de Baltische Staten. En zijn natuurlijk best wel plekken waar die innovatie sneller gaat dan op andere gebieden. Maar het is nog niet zo dat dat dan een mondiaal verschijnsel is. Dus het is wel heel erg afhankelijk. Hè, nou, je zei het net van Berlijn waren we zeg maar, samen toevallig nog een week of 2 geleden. Ja, daar kan je in zien dat zo'n Duitse samenleving ten aanzien van dit soort onderdelen gewoon achterloopt op Nederland. En daar zit echt nog wel 5 jaar tussen. Ja. Dat kon je zien aan de vragen die uit de zaal kwamen en de onderzoeken die daar gepresenteerd werden. Ja, dat is voor ons een lang gepasseerd station. Ja. Dus het is wel zo van net waar je zit. Dat is bepalend voor tempo. Ja, een laatste vraag. Net gaf je aan, ik ben nu 64 en ik hoef niet per se tot mijn 150ste door. In ieder geval, zei je letterlijk, maar in ieder geval, dus, er komt ook een eind aan jouw werkende bestaan. Lijkt me hartstikke lastig, omdat je ook midden in een soort van transitie kantelpunt zit naar super boeiende, ingewikkelde, uitdagende nieuwe technologieën. Heb je voor jezelf al een moment bedacht van, goh, dit is wat zeggen over 5 jaar zo'n moment dat inderdaad het hele blockchain verhaal in theorie zou kunnen staan? Ik denk niet zoals vroeger dat er een moment is dat je zegt, boem, en daar doen we niks meer. Nee, dat valt op jou ook niks van. Je gaat je werkzaamheden verleggen, hè? Dus ik wil natuurlijk Society 4.0 nog schrijven, het boek. Er zijn ook daar nog wel een aantal dingen te doen. Ik hoop echt dat die blockchain technologie, dat ze weer snel genoeg gaat, dat ik daar bewust nog een aantal dingen mee kan doen, want dat vind ik gewoon heel spannend. Maar ik merk nu al wel dat op een aantal terreinen ik denk van nou, dat moet de volgende generatie maar doen. Ja. Ja, als het gaat over de hele ontwikkeling in de biotechnologie en dat soort zaken. Ik bedoel, buiten de ethische kant van het verhaal, daar heb ik wel een mening over en daar kan ik altijd nog een bijdrage aan leveren. Maar technologisch, om dat allemaal te volgen, dat gaat me te ver. Dat merk ik, dat is dan te veel. Dus ik ben me wel behoorlijk aan het focussen op dit moment, zeg maar, toch rondom wat vroeger de hospitality-industrie was. En ik denk dat dat wel iets is, je kan niet meer generaal van alles iets weten. Ik denk dat daar eigenlijk überhaupt de grootste uitdaging in zit. Je moet heel veel weten van een heleboel dingen, maar ja, aan de andere kant moet je ook wel een expert zijn op een aantal terreinen, anders dan red je het ook niet meer. Dus die balans zoeken erin is best wel lastig. Maar dat betekent wel natuurlijk dat ik mijn presentaties kan geven. Ik probeer natuurlijk nog dingen te volgen en daar meer eigenlijk
duiding aan te geven, om te vertellen van andere mensen van wat ik vanuit mijn ervaring zie en wat ik denk dat dat betekent. Ja. En dan hoop ik, en zolang mensen daar een voordeel mee kunnen doen, ja, kan ik dat blijven geven. Zolang ik een audience heb, kan je daarin door blijven gaan. Ja, dat volgens mij... En dan blijft het leuk. Ja, tof. Oké. Okay. Hey, dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En alvast een mooie vakantie. Dankjewel.